Allemaal. Ik ben blij om jullie te zien. De mensen achterin wil ik aanmoedigen om aan te schuiven. Er zijn nog een heleboel mooie plekken hier te bemachtigen, dus ga daar lekker zitten. We gaan beginnen met een heel mooi filmpje. Dus ik vind het belangrijk dat iedereen zit, zodat je dat ook echt even tot je door kan laten dringen. Nou, terwijl iedereen een plek zoekt, dan gaan we het filmpje starten. Misschien goed om het even aan te kondigen. Misschien kennen sommigen van jullie Gerco Guit wel. Gerco Guit is eigenlijk een klasgenoot van mij. En hij heeft wel een schrijfgave. Tenminste, zo noem ik het. Hij zet soms dingen op papier wat mensen echt kan raken en ook kan bemoedigen. En zo had hij iets heel moois geschreven. Nou, mooi is misschien niet eens het goede woord. Misschien meer confronterend over het thema van vanavond. Dus ik sprak Gerco aan en ik zei, Gerco, wil je dat niet gewoon even op het podium delen? Het is echt de perfecte avond daarvoor. En toen zei hij, maar ja, ik kan dus niet die avond. Ik heb het daar niet bij laten zitten. Daar was het gewoon te mooi voor. Ik zei, wil je niet een video opnemen dan voor ons? Zodat de mensen in Zeist het alsnog kunnen horen en zien. En toen zei hij van, nou, ik kijk wel even. En toen kreeg ik op een gegeven moment via WeTransfer een bestandje doorgestuurd. En dat was de video van Gerco Guit met datgene wat hij schrijft over het thema Maranatha. Dus kijk en luister maar. Hij heeft al de halve familie aan het huilen gekregen. En tot overmaat van ramp kon ook zijn vriendin haar tranen niet bedwingen. En dat alleen maar omdat hij zijn lievelingsbijbeltekst met hen deelde. En toegegeven, je kunt zijn keuze voor een bijbeltekst ook wel negatief duiden. Het is, of het kan lijken, alsof hij levensmoe is. Alsof hij liever van deze aardbol verdwijnt. Zijn lievelingstekst is namelijk Filippenzen 1 vers 21. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. We hebben er samen nog even over doorgepraat toen we een bijbelstudie hadden. En hij deelde met ons zijn lievelingstekst en hij stelde scherpe vragen erbij. Hij vroeg of ik, net zoals Paulus het zegt, de begeerte heb om heen te gaan. Anders geformuleerd, wat als je nu op dit moment bij Christus zou mogen zijn? Ja of nee? Met dat ik deze vraag naar jou als luisteraar doorpaas, blijf ik er zelf ook over nadenken. Hoe zit dat met mijn verlangen om tot Christus te gaan? Om voor eeuwig bij Hem te zijn? Ik vond de vraag even confronterend als mijn twijfelachtige antwoord. Ik weet het eigenlijk niet. Ervoer ik terughoudendheid omdat de dood het onvermijdelijke tussenstation is? Het is immers een perron dat ik zielsalleen zal moeten bewandelen. Of was ik misschien gewoon te bang voor grote woorden? Bang om ondoordachte beloftes te maken die ik tegenover de Allerhoogste nooit zou kunnen nakomen of verantwoorden? Of heb ik het gewoon te goed hier op aarde? Heb ik mijn eigen paradijsje gecreëerd en is mijn heimwee verdronken in de zee van aardse zegeningen? Is mijn eeuwige hoop misschien weggeblazen door de lucht van het ondermaanse? Ik weet niet wat het was, maar aan dat Christusverlangen ontbreekt het mij soms nog zo. En als dat Maranatha-gebed er dan wel is, ervaar ik dat dan niet door al het lijden in de wereld, of door vervelende privéomstandigheden, door angst voor de hel, door verlangen naar echte volmaaktheid, verlangen naar de hemel? Overigens, wat dat laatste betreft, een medestudent schoof me onlangs de woorden van een klein gedichtje onder mijn neus. If I want you for heaven, then deny me heaven. Ook dat stelde me weer voor de confronterende vraag. Is het me eigenlijk wel om Christus te doen in het leven? En als ik sterf, is dat dan eigenlijk wel winst? Wat een gereserveerdheid eigenlijk. Het simpelweg niet durven zeggen dat het leven Christus is en het sterven winst. Als dat al te grote woorden lijken, wat houdt mijn geloof dan eigenlijk nog in? Ik vraag me wel eens af, zou als ik toen en daar op het water had gelopen, zou Christus mij dan ook kleingelovigen hebben genoemd? Ik vrees het soms. Maar ach, wat ik in ieder geval wel weet, is dat Jezus zijn hand, of misschien wel juist ook zijn hand, naar die kleingelovigen uitstak.
dat hij hem veilig terugbracht naar het schip en dat de wind toe ging liggen. En zonder dat ik mijn gereserveerdheid goed wil praten, zonder dat ik daar onverschillig in wil berusten, begint het ondanks de golven van mijn geloofsvragen toch in mij te zingen. Al slaat de zee ook hol en hoog, en zweept de storm ons voort. Wij hebben vaders zoon aan boord, en veilig strand voor het oog. Tot zover Gerco Guit, die het thema van vanavond heeft geïntroduceerd met zijn woorden: Maranatha, kom, Heer Jezus. Mijn naam is Mart en ik mag jullie gastheer zijn vanavond. En als je Jezus kent, als je Jezus kent als jouw verlosser en als jouw redder, dan is dit thema op jouw lijf geschreven, denk ik. Toch? Een thema waar het gaat over Jezus en over de toekomst die Hij voor ons mogelijk maakt. Maar ik hoop dat deze avond ook voor degenen die dat nog niet van zichzelf durven zeggen, dat Jezus ook hun redder is, dat het ook voor die mensen een bemoedigende, prachtige avond gaat worden. Dat als ze over die toekomst horen, de toekomst die Jezus Christus voor ons mogelijk maakt, als ze daarover horen, dat ze gewoon denken, ja, dit wil ik niet missen. Dit wil ik niet missen. Dit is zoveel meer dan de wereld mij te bieden heeft. Dit wil ik niet missen. En dat die mensen vanavond nog die onberouwelijke keus maken. De keuze waar nog nooit iemand spijt van heeft gehad. De keuze om Jezus te volgen in je leven. Ik hoop zo dat deze avond voor iedereen tot zegen is. En ik wil vanavond met de deur in huis vallen. Gerco die stelde ons een vraag. En die stelde zichzelf een vraag. En die vraag was, wat als je op dit moment bij Christus zou mogen zijn? Ja of nee? En bij jij daar hebben we de gewoonte om aan het begin van de avond elkaar even welkom te heten. En dan krijg je nog wel eens een behoorlijk persoonlijke vraag mee. Nou, zo ook vanavond, want ik wil die vraag van Gerco gewoon aan jullie doorgeven. Sta even op, schud elkaar een hand, heet elkaar welkom, maar stel elkaar ook deze vraag en praat er eens even een minuut, twee minuten over door. Wat als je op dit moment bij Christus zou mogen zijn? Ja of nee?
Zullen we onze ogen sluiten en stil worden voor God? Heere, grote God, dank u wel dat we hier vanavond bij elkaar zijn. We hebben een lied gezongen wat zingt over uw grootheid, over uw majesteit, over uw macht, over uw luister. En Heere, we bewonderen u en we verwonderen ons over u en dat u bemoeienis wil hebben met mensen zoals wij. Heere, we willen u belijden dat we dat niet verdienen en dat we vaak zoveel doen wat u reden zou geven om u zelf niet meer met ons te bemoeien. We willen het vanavond eerlijk aan u belijden, wat dat voor ons ook is. En willen u bedanken dat u het daar niet bij laat zitten, maar dat u ons steeds weer opzoekt. Dat u iets van opzoekende liefde heeft. We danken u dat u ons steeds weer opzoekt op de plek waar wij ons op dit moment bevinden. En u weet wat die plek is. En ook daar danken we u voor, dat u ons kent. Beter dan dat we onszelf kennen. En we bidden dat wat onze situatie op dit moment ook is, wat er ook tussen u en ons in kan staan, hoe we ons ook voelen, wat we ook meegemaakt hebben deze week of vandaag, dat u woorden tot ons hart zult spreken. Dat de boodschap voor een ieder maatwerk zal zijn, zoals u dat alleen kunt. We bidden dat diegenen die u kennen en die zichzelf een kind van u mogen noemen, dat die vanavond vol blijdschap zullen stromen. Als het gaat over de toekomst die u voor ons in het vooruitzicht stelt. Alleen maar door geloof in Jezus Christus, uw Zoon. Dat deze mensen, dat hun verlangen aangewakkerd zal worden. Dat hun vreugde in u, dat die alleen maar groter zal worden. En dat ze een fantastische avond vanavond zullen hebben als het thema is Maranatha, kom Heere Jezus, ja kom haastig, dat ze dat van harte mee zullen zingen. Maar we denken ook aan diegenen die, voor wie dit gewoon confronterend is, die dat niet van zichzelf durven zeggen en die dat eigenlijk niet durven te zingen of misschien maar heel zacht. We bidden dat u juist die mensen vanavond ook opzoekt en dat u hen ervan overtuigt dat niemand te slecht is om bij u te mogen horen en dat uw liefde groter is dan onze zonde die in de weg kan staan. We bidden dat we het eerlijk aan u zullen belijden en dat u in ieder van ons te sterk wordt vanavond. En dat een ieder, ook al lukt het nu misschien nog niet, maar aan het eind van de avond wel, dat een ieder zich in dat koor zal voegen en dat lied, dat Maranatha lied uit volle borst en met heel zijn of haar hart vanavond mee zal zingen. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. We bidden dat u hier vanavond zult zijn in ons midden, dat we het zullen merken, dat u hier bent met uw Heilige Geest. Dat Niek het straks ook zal merken als hij iets uit zijn leven, wat u in zijn leven gedaan heeft, aan ons hoopt te vertellen. We bidden dat u erin groot zult worden, dat hij de juiste woorden zal vinden en met vrijmoedigheid en vreugde, geleid door uw Heilige Geest, dat zal doen. En dat het ons zal bemoedigen, dat het ons verder zal helpen. Dat die boodschap, Heer, dat u die gebruikt voor ons, tot zegen voor ons. Zo leggen we deze avond in uw handen. We bidden dat het een avond zal zijn die juicht tot uw eer en tot uw eer alleen. In Jezus' naam. Amen. Ik denk dat een groot deel van jullie de promo wel heeft gezien van vanavond. Een filmpje op Facebook waarin ik iets vertel over een ontmoeting die ik op mijn werk had. Ik heb een bijbaan als teamleider in Albert Heijn. En ik kwam daar op een gegeven moment een man tegen die niks kon zien. En net als jij word ik wel vaker geconfronteerd met gebrokenheid, met fysieke gebrokenheid. Maar toen ik dat zag en ik zag hem op een hele andere plek proberen de winkel binnen te komen en zo, ik vond het gewoon zo pijnlijk. En ik dacht, tjonge, ik zie lachende mensen om me heen, ik zie kleuren, ik zie bloemen en deze man ziet niks, helemaal niks. En hij moest aan mijn arm de winkel door om de juiste producten te kunnen vinden, want anders zou het hem gewoon niet lukken.
De wereld is vol gebrokenheid. En ik denk dat ik het jou niet hoef te vertellen. En dit boek, de Bijbel, is ook een boek vol gebroken mensen in een gebroken wereld. En we beginnen deze avond met een ontmoeting met Jacob. En Jacob, hij heeft 7 jaar bij Laban gewerkt, zijn oom. En Laban had hem beloofd, als je 7 jaar bij mij werkt, dan krijg je van mij Rachel, mijn dochter, waar je zo verliefd op bent. En Jacob, die heeft dat natuurlijk gedaan, 7 jaar werken voor die fantastische dochter van Laban, dat had hij er wel voor over. En vervolgens geeft Laban hem Lea, zijn oudste dochter, waar hij... niks mee had, is misschien wat overdreven, maar in ieder geval een heel stuk minder mee had dan met Rachel. En Jacob was natuurlijk verontwaardigd. Hoe heb je me dat kunnen flikken? Nou, zo zei hij het niet, maar dan iets nettere woorden misschien. Hoe heb je dat kunnen doen, Laban? Nou, hij kwam met een slecht verhaal en hij zei, ja, je zult nog 7 jaar voor mij moeten werken. En dan geef ik je ook Rachel, die andere dochter waar je het zo goed mee kan vinden. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Jacob heeft nog 7 jaar gewerkt voor Laban en dan krijgt hij eindelijk die vrouw waar het hem allemaal om te doen was. En dan lezen we het volgende. Hij kwam, Jacob, hij kwam ook bij Rachel en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. Die hadden we al aanzien komen. Hij werkte nog eens 7 jaar bij hem. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Je begint de eerste breuklijnen, de eerste gebrokenheid in dit gezin, begin je meteen al te zien hier aan het begin. Lea werd zwanger en baarde een zoon en let op de namen die zij haar kinderen geeft. Zij gaf hem de naam Ruben, want, zei zij... De Heere heeft mijn verdrukking gezien, voorzeker. Nu zal mijn man mij lief hebben. Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. Zij zei, omdat de Heere gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven. Zij gaf hem de naam Simeon. Nogmaals werd zij zwanger en baarde een zoon. Zij zei, nu, ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard. Dan heb ik dat dus wel verdiend. Daarom gaf hij hem de naam Levi. Weer werd zij zwanger en baarde een zoon. Zij zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom gaf zij hem de naam Juda. Toen hield zij op met baren. Toen Rachel merkte dat zij Jacob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster. Dat kon niet uitblijven. En zei tegen Jacob, geef mij kinderen en zo niet, dan sterf ik liever. Een gebroken gezin. Een gebroken gezin bij uitstek. En wat is deze situatie pijnlijk? Wat is deze situatie schrijnend? Dat die ene vrouw van Jacob, die verlangt naar niks meer dan naar kinderen. En zij krijgt geen kinderen, maar zij krijgt wel de liefde van Jacob. Maar dat was voor haar minder belangrijk. En die andere vrouw van Jacob, Lea, die verlangt naar niets meer dan naar de liefde van Jacob. En dat krijgt zij niet. Wat zij wel krijgt is kinderen, maar dat was voor haar minder belangrijk. En in de namen die Lea haar kinderen geeft, zie je hoe diep dit gaat. Hoeveel pijn dit haar doet. Hoe groot haar verdriet is en de strijd die zij hiermee te voeren heeft. En in de uitroep, de pijnlijke uitroep van Rachel in het laatste vers dat we lazen, zie je hoe zij eraan onderdoor gaat. Dat ze zelf zegt van ja, ik heb dan wel de liefde van Jacob, mijn man heeft mij lief, maar toch, ik sterf nog liever dan dat ik op deze manier doorga. Een gebroken wereld met gebroken mensen. Daar is dit boek vol van. En misschien denk je, ja maar... Laban, dat is toch degene die dit allemaal in gang gezet heeft. Ik bedoel, Laban die flikt het Jacob om Lea aan hem te geven, terwijl hij Rachel beloofd had. Toch, die heeft Jacob bedrogen en die heeft die bal aan het rollen gekregen, zodat dit uiteindelijk allemaal gebeurde en dit gezin eigenlijk verwoest werd. Laban is daar toch debet aan? Nou, ik denk dat je gelijk hebt.
Laban, iemand die dromen kapot maakt. En je komt die mensen vroeg of laat tegen in je leven. Misschien ben je ze al tegengekomen. Mensen die dromen kapot maken. Labans. Misschien ben je zelf wel een Laban voor iemand geweest. Iemand die een droom van iemand anders kapot gemaakt heeft. Omdat jij jezelf en je eigen dromen belangrijker vond. En omdat die best mochten gaan ten koste van iemand anders en de dromen van iemand anders. Volgens mij herkent iedereen dit wel. En in zo'n wereld kun je je afvragen, waar is God? Waar is God? Waarom laat God dit allemaal gebeuren? En misschien gaat het bij jou nog wel een stapje verder. Bestaat God eigenlijk wel? Bestaat God eigenlijk wel? Ik bedoel, als God zo is als hij zegt te zijn, hoe kan dit dan plaatsvinden onder zijn ogen zonder dat hij ingrijpt? Zonder dat hij iets doet om dit te voorkomen of om dit te herstellen? En die vraag, bestaat God eigenlijk wel? Dat is een vraag die Niek ook had. En Niek gaat er straks iets over vertellen met ons. Dit was een vraag waar hij mee worstelde. En hij wil jullie graag bemoedigen door te vertellen wat hij daarin, in die worsteling van God geleerd heeft. En hoe hij God daarin heeft leren kennen. Maar eerst gaan we daar een psalm over zingen. Een psalm waarin deze vraag letterlijk terugkomt. Waar is God die jij verwacht? Want als jij die vraag niet aan jezelf stelt, waar is God? Dan kom je soms mensen tegen die die vraag aan jou stellen. Zoals die psalmdichter dat ook meemaakte. Waar is God die jij verwacht? Oh,
Niek heeft gevraagd of we voorafgaand aan zijn getuigenis naar een luisterlied wilden luisteren. En dat gaat ook helemaal over dit thema. Luister maar. Mijn keel is droog van al het roepen. Slap van al het lopen. Ben ik al zo lang aan het zoeken. Waarom zou ik nog op u hopen? U bent nu aan zet, het is uw besluit. En als u niet wilt helpen, dan kom ik er zelf wel uit. Schreeuwen naar de hemel, mijn longen uit mijn lijf. Want waarom zou ik nog bidden als ik toch geen antwoord krijg? Ik heb tijdenlang gezwegen, u hebt kans genoeg gehad. Wilt u mij misschien niet spreken? Ik ben de stilte meer dan. Slap van al het dingen. Waarom voel ik me bedrogen? Waarom blijft het stil van binnen? U koos toch voor mij, is dit dan wat u wil? En nu het erop aankomt, waarom ben genoeg gehad. Wilt u mij misschien niet spreken? Ik ben de stilte meer dan zat. Ik ben de stilte meer dan zat. Voordat ik iets over mezelf ook wil gaan vertellen, ben ik allereerst ook benieuwd naar jullie. Ik heb ook een vraag aan jullie. Wat ik me allereerst even afvraag is, wie heeft er ooit wel eens getwijfeld aan het bestaan van God? Zo. Wie twijfelt er nog steeds wel eens aan het bestaan van God? Nog even wat langer, want ik moet even rondkijken, ze zijn wat spaarzamer. Oké, en voor wie van diegene is het ook echt een worsteling geweest? Van iedereen? Of is het nog steeds een worsteling? Bestaat God wel?
Of maakt het niet zoveel uit? Dus ik ben gewoon benieuwd van, heb je zoiets van, nou, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit? Of is het ook echt een gevecht dat je het zo graag zou willen weten? Voor wie is het echt een gevecht? Oké, dank jullie wel. Nou, voor degenen die hier wat vaker zijn, ik ben Nick. Ik zit hier ook wel eens achter de piano. Flip en ik zijn een beetje de part-time vrijwilligers van hier in Zeist. We wisselen elkaar af. Allereerst moet je iets over mij weten. Als ik achter de piano zit, of nu ik hier sta, ik speel of ik spreek altijd met z'n tweeën. Even voor het gemak, Nick 1, Nick 2. Ik speel piano omdat ik graag zelf gezien wil worden. Omdat iets in mij dat gewoon een kick geeft. Ik spreek hier omdat ik graag het oog op mij gericht heb. En ook een Nick 2. En die wil dat juist niet. Die wil juist God groot maken met de muziek. Die wil graag iedereen dicht bij God hebben. En die twee, dat zit in mij. En het is belangrijk om even vast te houden. Daar kom ik later ook op terug. Goed, wie ben ik? Ik vertel alleen even het hoognodige. Ik heb een heel saai levensverhaal. Liefdevolle ouders die een levende relatie met Jezus hadden. En dat met God hadden. Dat ons ook voorgespiegeld hebben. Middelbare school ben ik heel erg gaan twijfelen aan het bestaan van God. Werd het ook echt een gevecht. Nou, God liet wat van zichzelf zien. En na een paar jaar leefde ik in de overtuiging dat ik het zeker wist. God bestaat. En af en toe viel je dan wel eens terug in, ja, zou het dan wel echt zo zijn? En dan vroeg je het weer aan God, is het dan wel echt zo? En dan langzaam maar zeker krabbelde dat weer een beetje erbovenop. En had je zoiets van, nou ja, je verlangt zo naar een heel duidelijk teken. Een bovennatuurlijk teken van God dat hij er is. Maar dan kabbelt dat weer langzaam weg. En dan ging je weer over op de orde van de dag. En op een gegeven moment dan leefde je weer met God. En dan had je weer die vraag, ja, maar bestaat u nu wel? Afgelopen jaar was het ook best wel heftig dat ik het gewoon echt even God neerlegde. En nou zou ik het zo graag willen weten. Zoveel mensen die zeker weten waar ze naartoe leven. Naar dat eeuwig leven met God. En ik heb die zekerheid niet. Er zit zo'n knagend gevoel. En God heeft toen ook dat van Thomas laten zien. En dat heb ik God ook weer teruggegeven. U hebt het ook aan Thomas laten zien, toch? Toen hij diezelfde vraag had. Ja, is hij al opgestaan? En het duurde een paar maanden dat ik het echt het balletje bij God had neergelegd. En dat God uiteindelijk ook met zijn bevrijdende antwoord kwam. Daar kom ik straks ook op terug. Verder, ik ben getrouwd. 4 jaar geleden ben ik getrouwd met Lilian. Ook al even iets om te vertellen. Het half jaar voordat we gingen trouwen, in onze verlovingsperiode, had ik ook best wel wat last van hyperventilatie. Onschuldig. Je hele lichaam die slaat paniek. En het nadeel ervan is, je hebt het gevoel dat je sterft. Ik heb ook regelmatig toen in die tijd na mijn huwelijk toe gedacht, ik ga het niet redden. Ik overleef het niet tot die dag. Het is enerzijds te mooi om waar te wezen. Ik heb echt de pracht van een vrouw. En ook dat hyperventilatiegevoel van, oh, wat als ik, ja, stel ik sterf. Wat dan iedere keer terugkwam. Nou, ook daar wil ik zo meteen nog op terugkomen. Goed. Waar ik zelf heel erg tegenaan liep, ik voelde me best wel alleen toen met mijn vragen, want de meeste mensen in de omgeving die wisten het wel. Zeker, God bestaat. Maar waar ik tegenaan liep, ik ben opgegroeid met alle christelijke clichés die we op een gegeven moment wel kennen. Pas las ik ook weer een stukje op Facebook over evolutietheorie als idioterie. En het stukje was goed opgezet, goed niveau. Maar ja, het gevoel wat je soms krijgt is dat het wel onderschat werd. Ik heb ook een wetenschappelijke studie gedaan. En waar je op een gegeven moment ook steeds meer achterkomt. Ja, maar ze hebben daar ook tegenargumenten voor liggen. Ik heb een keer een college gehad en alles wat in dat stukje werd neergezet in argumenten voor het bestaan van God, dat werd in een college, 80% werd helemaal onderuit gehaald met hele logische argumenten. Nou, dus dat, waar iedereen dat zo snel aanneemt, dan merk je van, ja, bij mij ging dat toch net even wat anders.
En het is een moment trouwens dat ik me achter een piano ook altijd wat veiliger voel dan hier met zijn microfoon. Dat is net ook even wat rustiger. Maar waar je op een gegeven moment ook achterkomt, alles is op een gegeven moment zo verschrikkelijk verklaarbaar. Ons hele gevoelsleven, als mensen praten over het geluk met God, het is zo verschrikkelijk verklaarbaar allemaal. Het is een kwestie van een stofwisseling die in je lichaam rondgaat. De hele natuur, er zit een verklaring achter. Ze hebben hele sterke argumenten ervoor. En dan is het zo frustrerend. Want dan weet je niet, bestaat God wel? En veel mensen zijn daardoor ook gaan twijfelen aan het bestaan van God. Maar waar ik op een gegeven moment achter kwam, dit is nou juist de manier waarop God werkt. God heeft het zo verschrikkelijk mooi in elkaar gezet. De hele natuur, hoe wij in elkaar zitten, dat het getuigt juist van Gods liefde, dat de natuurwetten, alles helemaal ingericht is om God groot te maken. Dus als ik me gelukkig voel omdat ik dicht bij God ben, hè, dat is volledig verklaarbaar. Maar God heeft ons hele lichaam zo ingericht dat het hem kan voelen, dat je hem dichtbij kan ervaren. Anderzijds is dat super frustrerend als je wil weten, ja maar, bestaat God dan wel? Nou ja, goed, ik gaf ook al aan van op een gegeven moment heb ik het ook bij God teruggelegd. En God kwam toen ook met zijn antwoord. Ik vroeg, heren, dat knagende gevoel, dat blijft maar. Dat knagen van, bestaat u wel? En op een gegeven moment kwam God met zijn antwoord. Nog niet eens heel lang geleden. Het bevrijdende antwoord waar ik zoveel aan had. God zei, nee. Ik ga dat gevoel niet wegnemen. Oh. En waarom is dat nou juist zo bevrijdend? Het feit dat God het goed vindt dat ik niet de volledige zekerheid zal krijgen van bestaat ja of nee. Dat betekent dat ik die vragen ook aan de kant kan zetten. Door ook mijn studie ben ik al het vertrouwen in mijn redeneren kwijtgeraakt. Ik vroeg me af hoe ik dat ooit zeker zou kunnen weten, hoe ik ooit dicht bij God kon zijn. Maar doordat ik die vragen die stonden altijd in de weg naar God toe. En dat kon ik nu van me afzetten. En door Gods geest weet ik dat. Door zijn geest heb ik genoeg gevoel om toch zijn nabijheid te mogen ervaren. Maar soms komt dat knagende gevoel en dan weet ik ook, ja, dat zal blijven. Maar dat wat ik net ook vertelde met mijn huwelijk toe. Dat gevoel van, ik ga het niet overleven, dus het is te mooi om waar te wezen. Ik heb toch een mooie voorbereidingstijd gehad van mijn huwelijk. En dit stukje, dat ik nu dat knagende gevoel blijf hebben, dat herinnert me eraan, ik ben nog niet thuis. Het herinnert me eraan, ik leef uit naar een veel betere toekomst. En Niek 2, die weet het helemaal zeker. In Niek 2 zit een zekerheid van, ja, dit mogen we weten. En Niek 1, die gaat er tegenin, zolang ik hier nog leef. Daar mag ik mee leven. Ik ben het vertrouwen helemaal kwijtgeraakt in redeneringen. Ik vind het leuk om te redeneren. Het kan je verder helpen als je dingen beredeneert. Maar ik ben het vertrouwen er volledig in kwijtgeraakt. En misschien kun je ook die vragen hebben naar God toe. Het voelt niet logisch wat er gebeurt. Je kunt misschien boos zijn op God, verdrietig zijn, omdat het niet logisch voelt wat er gebeurt. En dan zegt Spreuken 3, zegt dan vers 5 en 6. Misschien dat we van de projectie er ook op willen zetten. Goed, in Spreuken 3. Ja. Vertrouw op de Heere met heel je hart. Steun op je eigen inzicht niet. En dan vers 6. Ken hem in heel al je wegen en dan zal hij je paden recht maken. Dus steun op je eigen inzicht niet. Als je boos bent naar God, als je vragen hebt naar God, waarom? Dan mag je die vragen hebben. Maar vertrouw niet op jouw redeneringen, waarom jij God op het matje roept. Maar vertrouw hem. Die vragen mogen blijven bestaan, maar laat het niet tussen jou en God instaan. Ik wil ook afsluiten met een voorbeeld. Een van mijn
Mijn oudste zoon, die is nu 2. We waren op een gegeven moment bij een familiepark. En hij was 1,5 destijds. En hij zette het op een gegeven moment op een lopen. Hij ging gewoon lekker rondlopen. Ik als vader ging staan. Ik zag hem lekker lopen. Ik hield hem in de gaten. Ik had zoiets van, laat eens kijken of hij die loopt. Er kon niks gebeuren, dus prima. Hij liep 100 meter, 200 meter, 300 meter. Hij was echt op een gegeven moment ver weg. Ik zag hem al heel ver weg. En op een gegeven moment ging hij om zich heen kijken. En toen kwam hij erachter, hey, er is hier helemaal niets vertrouwds meer. Ik zag aan zijn mond dat hij het op een schreeuwen zette. Ik hoorde hem niet. Zo ver was het weg. En hij kwam weer terugrennen van, al schreeuwend kwam hij terug, huilend. En ik ging op dat moment naar hem toe. En na een tijdje waren we bij elkaar. Ik pakte hem op. Ik knuffelde hem dicht tegen me aan. Dat moment zal ik nooit meer vergeten. Dat hij als zoon dicht tegen mijn hart aanzat. En je voelt het ook aan hem. Dan is het goed. Als je in dat vertrouwen dicht bij God mag zijn. Als je dan je vragen die je hebt. Heren, lieve vader, het voelt niet logisch. Het klopt niet. Waarom? Steun dan niet op jouw inzicht. Maar werp je dan in zijn armen, dicht aan zijn hart. Want daar is het goed. En daar mag je dan ook verlangen naar dat alles weg zal zijn. Naar het eeuwig leven met hem. En hoe dan? Als je dan met de vraag zit, ja, maar bestaat God wel? Dan wil ik het vers ook meegeven, waar je dan ook aan vast mag houden. Uit Zacharia 4, vers 6. Dat als de muren van Jeruzalem herbouwd worden, maar het gaat zo sloom. Spreekt de engel ook op een gegeven moment tegen Zacharia. Dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. En ook tot ons. Niet door kracht. Niet door geweld. Niet door redenaties. Maar door mijn geest zal het gebeuren. Zegt de Heere van de legermacht. Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest. Daar kan je hoop op stellen. Misschien met het knagende gevoel. Ja, maar als het nou niet waar is. Hij zal je dan leiden. Hij zal het je laten zien. Stel daar dan je vertrouwen op. Laat het hem maar doen. Laat God open in de manier waarop hij jou tegen zijn hart gaat drukken. Hij laat merken, ik ben er voor je. Ook heel praktisch. Mocht je ook met die vragen zitten, aarzel ook niet om te contacten. Ik heb met heel veel vragen gezeten. Misschien kun je mij verder helpen. Misschien kan ik jullie verder helpen. Dan kunnen jullie ook. Nou, mijn e-mailadres is niek@niekvanaspel.nl. Mail gerust. We kunnen ook elkaar tot de steun zijn om die plek te bereiken waar ik mijn zoon toen had. En waar God ons wil hebben. Dicht aan zijn vaderhart. En daarom wil ik nu het lied zingen. Ik stel mijn vertrouwen.
Nick, bedankt voor datgene wat je met ons gedeeld hebt. Ik dacht, dat zal wel spannend zijn als je hier dan voor het eerst zo op het podium staat. Maar dat was je niet aan te zien. Ik stond in ieder geval niet zo op het podium de eerste keer. Maar ook qua inhoud, wat ontzettend bemoedigend wat je met ons gedeeld hebt. Ik vond het ook heel mooi dat je erover sprak dat God niet van die vragen schrikt. Dat als jij echt met die vraag zit van waar bent u, bestaat u wel, dat God zich dan niet terugtrekt uit je leven om nooit meer iets van zich te laten horen, maar dat hij daar niet van schrikt en dat je nog steeds welkom bent in die vaderlijke omhelzing waar je zo naar verlangde. Iemand die daar ook heel erg naar verlangde, die vaderlijke omhelzing, dat is de psalmdichter van Psalm 119. En moet je eens letten op de woorden die hij gebruikt om zijn verlangen naar God te verwoorden. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw belofte, terwijl ik zei, wanneer zult u mij troosten? Want ik ben geworden als een leren zak in de rook. Maar uw verordeningen heb ik niet vergeten. Hoeveel zijn de dagen van uw dienaar? Wanneer zult u gericht oefenen over mijn vervolgers? Wat ik zo mooi vind in deze paar versen, is dat die psalmdichter zich dus niet afvraagt of God zich over hem zal ontfermen, maar dat hij zich alleen afvraagt wanneer God zich over hem zal ontfermen. En volgens mij is dat geloof, is dat kinderlijke vertrouwen waar we over gezongen hebben. Dat je het nog niet ziet, dat je het ook niet voelt en dat je het al helemaal niet in je hoofd kloppend kunt krijgen. Maar dat er ergens al iets geboren wordt van een geloof dat God verandering zal geven. En daar gaan we ook van zingen. De meest toepasselijke psalm volgens mij bij dit getuigenis. Maar de Heer zal uitkomst geven. En dan gaat het ook over die nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Het is donker. Misschien zijn zelfs de maan en de sterren niet zichtbaar in die nacht. Het is nog helemaal donker. En toch zal ik zijn lof zingen. Daar ik hem verwacht. Ik hoop echt dat je dat meebeleeft. En ook al is het nu misschien wel net zo donker als in die zin in Psalm 42 in jouw leven, dat er toch iets van geloof geboren wordt in jouw hart. Volgens mij is dat de eerste, het eerste been uit de put. Dat is dat je gaat geloven, dat het niet donker blijft, maar dat de zon zal opgaan en dat God zich over jou zal ontfermen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Laten we dat met elkaar zingen. Thank you.
volgens mij een lied wat niet iedereen kende, maar wel ontzettend mooi lied toch? Over wanneer zult u uitkomst geven? En die volkomen uitkomst, als het uit is met de gebrokenheid en als er alleen nog maar volkomenheid is, daar gaat het hele tweede deel van deze avond over. Dus het slechtste idee wat je nu zou kunnen hebben is om in de pauze weg te gaan. Dus dat wil ik ten strengste afraden om dat te doen. Want dat wil je echt niet missen. Nee, serieus. Ik heb een paar belangrijke dingen waar ik even jullie aandacht voor wil vragen. Allereerst dit. De vorige keer was de collecteopbrengst dusdanig dat we nu dus nog maar één beamer kunnen gebruiken. Ja, dus het is een beetje behelpen op dit moment. Dus ik wil jullie aanmoedigen om dusdanig gul te zijn dat we de volgende keer en misschien zelfs al na de pauze die tweede beamer ook weer kunnen gaan gebruiken. En voor de rest, dit is ook belangrijk. Ik krijg altijd in Zeist een uitgebreide instructie over hoe jullie moeten gaan lopen in de pauze. Wil je fris koffie of thee bemachtigen? En ik hoop altijd dat ik dat dan goed ga zeggen. Ik ga een poging wagen. Als je fris wilt, dan is dat hier af te halen. Dus als je een beetje voorin in de zaal zit, ga dan niet expres om vervelend te doen helemaal achterin fris halen. Maar doe dat gewoon hier. En als je dat gehaald hebt, ga dan ook niet hier praten met een heleboel mensen, zodat alle andere mensen geen fris kunnen halen. Maar loop even hier achterlangs. Dan kom je er hier weer uit en dan stroomt het een beetje door, zodat andere mensen ook fris kunnen nuttigen. Als je denkt, nou, maar ik wil geen fris, ik wil koffie of ik wil thee, dan moet je daar achteraan zijn. Dus zorg dat het een beetje doorstroomt, zodat niet alleen jij, maar ook andere mensen koffie, thee of fris kunnen nuttigen. Goed. Volgens mij heb ik alles gezegd wat ik moest zeggen. We gaan twee liederen zingen. Het is belangrijk dat jullie tijdens het eerste lied, ook al is het heel mooi, even blijven zitten, zodat die zak goed de rijen kan passeren. En tijdens het tweede lied wil ik je vragen om te gaan staan. Dan is dat het slotlied van het eerste deel van deze avond. Thank you.
Als jij denkt, meer hiervan, van dit soort liederen. Het tweede deel staat bol van liederen van dit kaliber. Dus dan zie ik je straks terug. Je hoort de muziek vanzelf wel beginnen. Fijne pauze.